We hebben in onze sector een regeling waarbij normaal de 9 uur per dag geldt en de 38 uur per week. Maar omwille van het feit dat onze teelten enorm afhankelijk zijn van het weer, afhankelijk van drukte op bepaalde ogenblikken enzovoort, hebben wij een regeling kunnen afspreken in de sector dat men kan gaan op drukke ogenblikken tot 11 arbeidsuren per dag en tot 50 arbeidsuren per week. De uren die gepresteerd worden tussen 9 en 11 en tussen 38 en 50, die worden beschouwd als zijnde meeruren. En dat zijn uren die bijkomend gepresteerd worden. Meeruren, dat zijn geen overuren. We spreken alleen over overuren. Als het gaat over uren waar ook een overurentoeslag, dus een supplement van 50% of 100%, moet voor betaald worden. Voor vaste werknemers is het zo dat wij natuurlijk de 38 uur per week moeten respecteren als zijnde een gemiddelde over een jaar. Elke onderneming in de tuinbouw, in de landbouw, kan zelf het jaar kiezen. Men kan nemen de periode 1 juli tot 30 juni van het jaar daaropvolgend. Men kan nemen de periode 1 oktober tot 30 september enzovoort. Elke onderneming kan dat zelf kiezen. Is daar geen keuze gemaakt, dan hebben wij suppletief bepaalde jaren afgesproken in onze CAO. Maar alle meeruren moeten dus voor vaste werknemers in principe worden weggewerkt door het geven van inhaalrust. Inhaalrust kan er niet gegeven worden voor seizoenwerknemers, omdat seizoenwerknemers werken met dagcontracten. Dat betekent, er is elke morgen een Dimona-aangifte, elke morgen begint ook een nieuwe arbeidsovereenkomst. Dus dat betekent, voor seizoenarbeid kan men de gepresteerde uren, zelfs 10 per dag, 11 per dag, onmiddellijk uitbetalen en is er voor hen ook geen sprake van inhaalrust.